Stel je wil een video opnemen, maar je maakt je toch een beetje bezorgen over het geluid van de ingebouwde microfoon van je camera. Op zich natuurlijk niet heel gek, want die zijn nou over het algemeen niet al te best. Nou, hoe los je dat eenvoudig op? Uiteraard het gebruik van een externe microfoon. Nu kun je daarvoor kiezen om een traditioneel bedraden te nemen of een draadloze variant. In de review ga ik uitgebreid in op beide varianten, aangeleverd in dit geval door Synco Audio. Zo hebben we de Synco G2, de nieuwe variant die pas verschenen is, en degene die ik op dit moment om heb, is de draadloze S6M2. Ben je benieuwd naar de totale review? Neem dan een kijkje op tech365.nl. Voor nu schakel ik even over naar de andere microfoon, zodat je ook het verschil in geluid kunt horen tussen beide modellen. En we zijn gewisseld van microfoon. Waar ik eerst gebruik maakte van de microfoon met de vaste aansluiting, heb ik nu de nieuwe G2 genomen van Synco Audio. Nou, het voordeel daarvan is dat ik een ontvanger op de camera heb zitten en een zendertje wat zich eigenlijk hier aan mijn shirt bevindt. Het mooie is dat ik vrij rond kan lopen zonder dat ik eigenlijk gehinderd word door eventuele kabels. Nou, het enige wat je daarvoor hoeft te doen om hem te gebruiken is eigenlijk alleen de beide units aan elkaar te koppelen. Als ze eenmaal verbonden zijn, dan is het signaal prima en zie je ook dat de audio van de microfoon gelijk in de camera terechtkomt. Het is eigenlijk heel erg simpel en meer dan dat hoef je in die vorm niet eens te doen. Stel je voor dat het nou niet heel handig is om met zo'n zendertje om rond te lopen of dat je denkt ja, dat past niet helemaal goed bij de setting of het outfit wat ik aan heb, dan krijg je er van Synco Audio ook nog een losse microfoon bij. Nou, het voordeel hiervan is dat hij natuurlijk een stuk kleiner is en je kan hem eenvoudig aan je shirt of aan je blouse bevestigen. Het meegeleverde kabeltje prik je simpelweg in de zender en op die manier wordt de audio wel draadloos naar je camera gestuurd. Eigenlijk heb je dus op die manier twee soorten microfoons in één setje. Nou, ik heb nu even snel de microfoon gewisseld en maak op dit moment gebruik van de losse microfoon aangesloten op de G2 zender. En op mijn camera zit nog steeds de ontvanger keurig netjes te wachten. Nou, zo zie je dat je dus heel makkelijk kunt wisselen van het type microfoon en ook kan zorgen dat het beter past misschien bij de setting waar je je in bevindt. En nu heb ik een klein microfoontje die op mijn shirt zit weggespeld met de ontvanger aan mijn broekriem. Op zich natuurlijk helemaal perfect, want op die manier heb je veel minder in de weg zitten ook. Vanuit de video heb je nu op drie verschillende manieren eigenlijk een indruk gekregen wat zo'n externe microfoon voor je kan doen. Als eerste hadden we natuurlijk de bedraden variant. Ja, dat is best wel een aardig eentje draad wat daarbij zit, maar goed, niettemin werkt het wel. We hadden daarna de G2 met de ingebouwde microfoon. Daar heb je eventueel ook nog een windfilter bij voor het geval je hem buiten zou gebruiken. En als laatste heb ik de losse microfoon aangesloten op de G2 die je ook meegeleverd krijgt in het set. Dus drie verschillende manieren, twee verschillende producten. En nu heb jij in ieder geval een goede indruk kunnen krijgen wat het verschil is.